keertje hangen, een beetje beuken, dat is altijd goed. Een beetje Nederlandse condities erin. Tweede kruisstrak, ja, de mensen die wat meer risico namen, die kwamen toch een stuk beter uit. PJ kwam weer terug in de buurt en wat een klein incident, tweede voor de winterrak. En daar besloot ik eigenlijk minst het risico te nemen en twee rondjes gedaan te hebben. Vanwege het incident dient Heijnen bij de jury een protest in tegen Posma. De jury stelt Heijnen in het gelijk. Posma wordt voor race 7 gedisqualificeerd. En daardoor kan de Vries geen punten pakken in de eerste nationale selectie om het Olympische ticket. Het EK Fin in Athene, half mei, bepaalt uiteindelijk wie het Olympische ticket wint.